Goedemiddag iedereen en welkom bij het webinar van vandaag. Productinformatie en afbeeldingen altijd gevalideerd naar GS1 versturen met SSC PIM. Daarover gaan we het vandaag hebben. Ben ik onder andere. Mijn naam is Pieter Verhooyen. Ik ben marketing manager bij SSC System Integrators sinds 2019. En ik heb een achtergrond in IT en softwareoplossingen, ook uit eerdere ervaringen. Vandaar dat ik bij SSC werk. En dat doe ik samen met Ed Wingster en Bastiaan Fijn, mijn collega's die vandaag ook in dit webinar zitten. Bastiaan en Ed, mag ik jullie even vragen jullie camera aan te zetten en jullie ook te introduceren, alsjeblieft. Goedemiddag allemaal. Ik sta als tweede op het plaatje, dus dat zal ik dan direct doen. Mijn naam is Ed Wingster, als accountmanager bij SSC actief op het PIM-deel van onze activiteiten. Dus alles wat met productinformatie management oplossingen te maken heeft. Dat doe ik inmiddels ruim 4 jaar. Ik heb een achtergrond in IT uiteraard, maar voornamelijk bezig altijd met het optimaliseren van processen. Ten einde efficiëntiewinst te behalen ofwel foutreductie te realiseren. Dus ik ben altijd erg geïnteresseerd in de belangrijkste pijnpunten binnen een organisatie. Ik zal zo direct een stukje introductie doen. Bastiaan. Ja, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Bastiaan Fijn, consultant bij SSC. Zoals het plaatje al aangeeft, al een flinke tijd, inmiddels al 24 jaar. En mijn rol binnen SSC is echt het begeleiden van onze klanten bij de implementatie en het gebruik van SSC PIM. En dat zijn hele diverse klanten. Dat kunnen kleine leveranciers zijn, groothandels, maar ook grote retailers. Dat is wat ik doe bij SSC. Dank jullie wel voor de introductie. We gaan ongeveer vandaag een half uurtje webinar houden. Gedurende het hele webinar kunnen vragen gesteld worden in de Q&A of VNA-box, als het in het Nederlands staat. Stel zeker je vragen over wat dan ook, wat in jou opkomt tijdens het webinar. Maar we gaan de vragen op het einde behandelen. Dit om de goede flow in het webinar vast te houden. De agenda van vandaag, welkom aan een voorstelrondje, dat hebben we inmiddels achter de rug. We gaan het vandaag ook hebben over de GS1-verplichting vanuit de retail in de tuin- en dierenbranche. Daarover ga ik kort presenteren, want wat is of wie is GS1, wat voor organisatie is dat en waarom zijn zij belangrijk? Daarna gaat Ed ook heel kort in enkele slides SSC voorstellen. Ja, je lacht, Ed. ja. Je zal proberen het kort te houden, ik begrijp het. En daarna gaat Bastiaan live een PIM-demo doen. Hoe zorg je ervoor dat je productinformatie in orde is in SSC PIM? Hoe kan je het valideren tegen de GS1-standaard en synchroniseren naar de datapool? Toch wel belangrijke dingen om te weten. In dit geval, en we eindigen dus zoals gezegd met het vragenrondje. GS1. GS1 is een wereldwijde non-profit organisatie die al bestaat sinds 1973 en is eigenlijk de beheerder en ontwikkelaar van standaarden wereldwijd voor de identificatie en het vastleggen van gegevens over producten in een tal van branches. Ze staan voornamelijk bekend, of toch bij het grote publiek bekend, als uitgever van de barcodes UPC en EAN. En binnenkort ook voor wat zij noemen de 2D-code, maar dat kennen wij beter onder de naam QR. En die QR-code zal in de toekomst ook een grote rol gaan spelen als het gaat over het Digital Product Passport. Dat er zit aan te komen vanaf 2025 voor onder andere de elektronica en de batterijbranche. Het Digital Product Passport zal eigenlijk nog veel meer informatie verlangen van een fabrikant dan de GS1-datastandaard op dit moment doet. Voor meer informatie daarover, lees onze whitepaper op onze website, zou ik zeggen, of bekijk ons webinar daarover. GS1 zet de standaard en de GDSN is de datapool. Daaraan verstuurt u als fabrikant uw informatie. Wat voor voordelen heeft GS1? GS1 heeft als voordeel dat eigenlijk de hele sector, welke sector dan ook, afspraken maakt over hoe de informatie aan te leveren, op welke manier, hoe moet iets ingevuld worden, hebben we het over meters, kilo's enzovoort, gevaarlijke stoffen. Alle attributen die je maar kan bedenken bij een product, dat wordt vastgelegd in een datastandaard. Nu, wat heeft de tuin- en dierbranche bedacht? De retailers binnen de tuin- en dierbranche
Zij hebben bedacht dat vanaf 1 januari 2024 informatie dient aangeleverd te worden via de GS1 datapool en zij dus ook van daaruit hun informatie, de productinformatie van hun leveranciers zullen halen. Dat zijn er niet weinig. Ik noem ze even heel snel op. De retailers die hieraan meedoen zijn AVV, Bijstoks, BTC Retail, GRS, IJsvogel, Intratuin, Malanico, Prikkels, Ranzijn, Tuincentrum Osdorp, Vijver en Tuincentrum Parkmans, Warentuin en Welkoop. Je kan dus maar beter ervoor zorgen dat je productinformatie goed in GS1 staat, zodat je aan al deze tuincentra en retailers kan verkopen. En hoe doe je dat natuurlijk? Een van de wegen naar Rome is een BIM-systeem. En ja, het klinkt nu een beetje als een wc in het verhaal natuurlijk, wat ik ga vertellen. Maar in het PIM-systeem van SSC wordt de GS1-data standaard altijd up-to-date gehouden. Daarover gaat Ed sowieso ook wat meer vertellen. Dan geef ik ook meteen het woord aan Ed. Dankjewel Pieter, je mag meteen de volgende slide er wel neerzetten. Ik moest inderdaad even lachen, ik zal proberen dit kort te houden. Ik kan hier uren over praten, maar dat ga ik vandaag niet doen. Dat mag ik ook niet doen van Pieter. Ik heb geprobeerd in twee slides even een kleine introductie van SSC te geven en hoe wij onze PIM-oplossing benaderen. Nou, deze slide zegt eigenlijk alles belangrijk, vind ik, om te benoemen. We zijn een Nederlands bedrijf, we zijn gevestigd in Hoorn in Noord-Holland. Al inmiddels 30 jaar actief. Wij houden ons bezig met PIM en EDI softwareoplossingen. Dat is allesomvattend wat wij doen. Wij doen dat met een focus op de Europese markt. En dat is voornamelijk ontstaan omdat in deze landen zeg maar, de adoptie van marktstandaarden iets verder is dan in het overige deel van de wereld en voor een deel Europa. We doen dat met een 30 man ongeveer. We bedienen een groot deel van van de markt. Je ziet dat ook staan. 500 plus aan klanten en EDI-oplossingen met een veelvoud aan transacties die daarheen lopen. Belangrijk om te vernoemen vind ik dat wij hebben ons softwareontwikkelteam in eigen huis. Zo ook ons consultancyteam. Daar is Bastiaan er één van. Die zal zo direct verder gaan met de demo. En ook onze serviceorganisatie. Dat zijn onze eigen mensen. Die zijn bij ons in dienst. Die hebben wij zelf opgeleid op alles wat wij hebben opgeleverd. Met alles wat wij ontwikkelen is het uitgangspunt dat een generieke toepassing dient te zijn. En modulair opgebouwd. Nou, generiek is natuurlijk het voordeel dat je nimmer in een soort maatwerktraject verzandt. Waarbij de uitkomst nog ongewis is. En modulair om daarmee zo scherp mogelijk een aanbieding te kunnen doen als het gaat om het inzet van een PIM. Omdat je nou eenmaal niet betaalt voor de functionaliteit die je ook niet nodig hebt of die niet relevant is voor die specifieke toepassing. En als gevolg daarvan zie je ook dat onze klanten echt van MKB tot multinationals uitspreiden. Wij zijn prima in staat onze PIM in te zetten voor een omgeving met een relatief kleine wens om data te stroomlijnen. Misschien met 500 of 1000 artikelen. Maar datzelfde kunnen we doen voor grotere organisaties die wel tot een miljoen aan artikelen behelzen. En het andere wat ik belangrijk vind om te benoemen is dat we daar niet alleen 30 jaar geleden zijn gestart met softwareontwikkeling, maar dat wij ook eigenlijk vanaf de start ervoor hebben gekozen dat de marktstandaarden die beschikbaar waren, GS1 natuurlijk met afstand als eerste en het meest ver daarin, hebben wij de datamodellen inclusief de validaties volledig geïntegreerd in de software. Zodat je tijdens het werken met je PIM-omgeving ook precies ziet in hoeverre zich dat verhoudt tot de eisen die daaraan zijn gesteld. In dit geval, in dit webinar, als het gaat om de GS1 validaties. Dit is over de organisatie. Pieter, als je de volgende slide één klik geeft, dan is dit eigenlijk het proces, onze PIM-oplossing, als je procesmatig benadert. Eigenlijk de vijf gekleurde blokjes in het midden, dat behelst onze PIM. Wat je helemaal aan de linkerkant ziet, zijn eigenlijk de bronnen waaruit wij de data kunnen binnenhalen. Dat kunnen al datapools zijn. Als je data daaruit ontvangt of rechtstreeks van leveranciers, je ERP-omgeving of handmatige dan wel upload van Excel-formaten. Je ziet daar in het klein zelfs ook nog de beschikbare formaten die daar zijn. De usual suspects, Excel, XML, CSV, maar ook een API
of een custom plugin, dat is mogelijk. En helemaal aan de rechterkant zie je eigenlijk hetzelfde verschillende. De insteek is dat onze PIM in staat moet zijn om niet alleen de data te ontvangen uit die verschillende bronnen, maar ook te kunnen doorsturen naar verschillende doelsystemen. Opnieuw, dat kan natuurlijk weer een GSN datapool zijn of welke datapool ook. Maar dat kan ook je website zijn of meerdere marketplaces. Of misschien wel direct je afnemers. Opnieuw met de gangbare uitwisselformaten. Nou, wij onderscheiden eigenlijk 5 stappen in dat proces, Pieter. Als je 1 klik geeft, ik heb er wat tekst onder gezet, dan zie je ook direct wat dat ongeveer inhoudt. Ik zal ze niet allemaal nalopen, maar kort en goed betekent dat, hè, dat je data verzamelt, dat dat eigenlijk al direct wordt getoetst aan het datamodel wat geüpload is. Simpelweg om te zorgen dat daar 1 database ontstaat aan productinformatie waar je mee wil werken. Verwerking, stap. Daarin wordt even gekeken van, komt daar niet een deel van misschien vergelijkbare informatie uit verschillende bronnen binnen? Verpakkingsinformatie of ingrediënten. Je kunt je voorstellen dat misschien een overlap heeft met een andere bron aan EOP. Nou, wij blenden dat wellicht. Je geeft daar zelf een voorkeur aan. Dat type informatie of dat attribuut uit die bron gaat altijd voor op een andere. Uiteraard wordt er ontdubbeld en opnieuw, er wordt een match gemaakt naar het datamodel wat actief is ingezet. Of de datamodellen zelfs. Dat kan ook in een combinatie van die datamodellen. En ook hier bepaal je eigenlijk al welke gebruiker dient welke werkzaamheden, welke schermen mag hij daarin zien, welke rechten, rollen heeft hij, kijkrechten of toch het verwerken daarvan. Dat kun je daar doen. De verrijkingsstap spreekt eigenlijk voor zich. Hè? Dat zijn over het algemeen de digital assets. Afbeeldingen toevoegen voor zover dat door GSN al wel niet wordt verwacht. Maar daar kun je natuurlijk ook je commerciële teksten in kwijt. Als het uiteindelijk voor je website ook bedoeld is. PDF documenten, bijsluiters, video's. Eigenlijk digital assets in de breedste zin van het woord. Nou, validatiestap is eigenlijk een continu proces, maar dat wordt daar nogmaals gedaan omdat dezelfde validaties natuurlijk ook aan digital assets kunnen worden gehangen. Dus opnieuw, er wordt gekeken van klopt mijn opvoer en mijn verwerking van mijn productinformatie met het doel wat daar aangesteld is aan het eind. Als een datapool dat dient te ontvangen, dan dienen daar ook die data in lijn daarmee te zijn, waarmee de kwaliteit geborgd moet zijn. En het versturen, het share deel. Dat kan een deel van de informatie zijn die rechtstreeks naar de datapool gaat. Dat kan ook een deel van de informatie zijn waarmee je je eigen website voedt. Of misschien wel rechtstreeks je afnemers wil voorzien van informatie. Dat is eigenlijk grofweg het proces, Pieter. Als je nog 1 klik geeft, want ik heb in het bovenste blokje dat aspect van het modulaire heb ik daar proberen weer te geven. Wat je daarboven ziet staan in de eerste stap, een supplier portal waarmee je, dat zijn de modules die wel of niet ingezet kunnen worden, mocht je behoefte hebben aan een soort meer stroomlijnen en je toeleveranciers van informatie eigenlijk een soort portaal willen bieden waarmee ze zelf de informatie opvoeren. Dat kan. Net zo goed als dat in die verwerkingsstap een workflow module beschikbaar is, klassificaties. Een DAM module uiteraard, ik noemde hem net eigenlijk al in die verrijkingsstap. De DAM module is ook volledig geïntegreerd in de software, is gewoon aanzetten als je die wil gebruiken of niet, als je hem niet meer wil gebruiken. Uiteraard is een dashboard functionaliteit waarbij je ook je datakwaliteit kunt monitoren en ook daar een eigen weergave in kan zetten. En het versturen van je data, nogmaals, het rechtstreeks naar datapools of naar je website, dat zijn natuurlijk de uitwisselformaten of de plugins die daarvoor beschikbaar zijn. Maar je kunt dat ook als het naar marketplaces gaat, bol.com, Amazon en dat soort marketplaces, zou je ook nog kunnen denken aan een syndication module waarbij je in 1 keer een bundel aan informatie beschikbaar stelt voor die marketplaces. En uiteraard is de product sheets module, daarmee kun je heel duidelijk ook gewoon zelf opbouwen met een rapportgenerator. De informatie die je rechtstreeks aan afnemers beschikbaar wil stellen. Nou, dit is puur even schematisch en vanuit het proces bedacht. Probeer dat enigszins kort te houden. Het meest belangrijke is natuurlijk hoe ziet dit er dan in de praktijk uit? Hoe ziet dan onze applicatie eruit waarin we hebben geprobeerd deze stappen onder te brengen? En dat is iets wat mijn collega Bastiaan zal tonen. Zeker. Ik dank je wel, Ed, voor het delen van alle informatie. Ik zal even een kleine introductie geven van SV PIM. En de insteek van vandaag is echt het aanleveren van data door een leverancier aan GSM. Maar zoals Ed al aangaf, de tool is echt breed inzetbaar, dus ook bij retail, ook bij groothandel.
Dit is de dashboardfunctie waar ik op binnen ben gekomen na het inloggen. Nou, hier zie je inderdaad die datakwaliteiten waar Ed het ook al net over had. We zien twee blokken, één itemblok en één blok vanuit de DAM. Dus ook voor digital assets worden er validaties uitgevoerd. Ja, je ziet hier dus 53% van de items, daar is echt nog werk te doen. Hè. Die zijn incomplete, dus daar zijn diverse meldingen nog actief. En die moeten opgelost worden voordat je dat kan gaan synchroniseren naar GS1 in dit geval. En je ziet ook 24% daarentegen zit aan de andere kant van het spectrum. Die zijn echt compleet en zijn klaar om te synchroniseren. En misschien zijn ze al gesynchroniseerd, dus dat zou heel goed kunnen. En daar zitten nog twee statussen tussenin. Een status waarschuwing. Ja, dat betekent echt, dus op zich zou je kunnen doorgaan. Maar er zijn toch nog een paar dingen waar je naar moet gaan kijken. En review, dat zijn de meldingen die terugkomen vanuit de retail. Of vanuit de datapool. Dus dat kunnen meldingen zijn van hey, ik zie dit, kijk daar nog eens naar. Dus ook dat heeft aandacht nodig. Nou, je ziet hier ook nog je recent gewijzigde items en je opgeslagen filters. Nou, dat zal ik voor vandaag geen verdere aandacht schenken. We gaan door richting het itemscherm. En het itemscherm wat je hier ziet, je ziet een overzicht van alle items die beschikbaar zijn in deze catalogus. Nou, dat zijn er in dit geval 159. En je ziet wat onderscheid gemaakt tussen de GS1 subset, waar je echt synchroniseert naar de GS1 datapool. En als bijvoorbeeld een webshop subset, waar je zou kunnen synchroniseren naar jouw webshop. Maar dat kunnen dus ook hele andere systemen, kunnen daarnaast gevoed gaan worden vanuit SRC PIM. Voor nu zullen we eventjes echt kijken naar GS1. Dus we hebben die 159 items. Je ziet die items hier aan de bovenzijde. Deze rugzak voor een hond of een kat die is geselecteerd. En van dat geselecteerde item worden hier aan de onderzijde de detailgegevens getoond. En die zijn vervolgens weer opgesplitst in allerlei verschillende formulieren. En je ziet hier ook, we hebben de GS1 Benelux Doe-het-zelf module actief. En dat is een van de datamodellen die onderhouden worden door SRC. Dus dat betekent ook dat als er vanuit GS1 nieuwe attributen of nieuwe validaties worden toegevoegd, dat deze binnen SRC-PIM ook automatisch beschikbaar komen. De onderverdeling die hier gedaan is, die is voorgeschreven ook vanuit dat GS1 datamodel, vanuit die standaard. Dus alle attributen die daar in gekenmerkt zijn, die vind je hier ook in terug. Ja, dat zijn hele diverse attributen natuurlijk. Hè. Je ziet ja-nee attributen, maar je ziet ook allerlei codelijsten. Dus het moet voldoen aan een bepaalde waarde die daarin staat. Bepaalde zaken kunnen wellicht herhalend voorkomen. Hè. Daar heb je zo'n plusje voor. Ook als het gaat om bijvoorbeeld omschrijvingen. Als we kijken naar de productomschrijving, hebben we hier een omschrijving in het Nederlands en het Engels. Maar als een andere omschrijving nodig zou zijn, bijvoorbeeld Duits, dan kun je die toevoegen. Dan krijg je daar een extra invoerveld voor. En vervolgens kun je dan ook de omschrijving in het Duits opvoeren. Nou, dat is denk ik wel duidelijk. Hier aan de rechterkant van het scherm, daar zien we nog de koppelingen van het item. Nou, in dit geval is het een éénlaags hiërarchie. Ik zal zo meteen nog eventjes een drielaags hiërarchie zien, waar je dan een consumenteneenheid, een doos en een pallet ziet. Eventueel zien we bijlagen, mochten die gekoppeld zijn. In dit geval is er een plaatje van die rugtas opgevoerd en ook nog een ondersteunend document. Ja, dat zou bijvoorbeeld een veiligheidssheet kunnen zijn of echt een ander, de manual van het artikel. Dat kan heel divers zijn. Eigenlijk allerlei soorten bestanden die kun je hier koppelen. En aan de onderzijde, daar zien we eventueel de validatiemeldingen nog terugkomen. Nou, die validatiemelding op hoofdniveau, die zie je ook in het bovenliggende itemscherm terug. Ja, dus je ziet dat de overall status van dit item incompleet is. En je ziet inderdaad, je ziet hier de twee meldingen waaraan voldaan moet worden. En die kun je daadwerkelijk ook gaan oplossen. Je kunt op zo'n melding klikken. Je wordt vervolgens naar dat attribuut geleid. Waar er nog iets moet gebeuren. Dus laten we zeggen, deze is 125 mm.
Dat slaan we op. En op het moment dat je dat opslaat, zul je zien dat die validatiemelding verdwijnt. En dan hou je inderdaad nog die onderste over. En wat je hier ook daadwerkelijk ziet, is deze is afkomstig uit de doe-het-zelf uit het doe-het-zelf datamodel, hè, de standaard. En ook daar zie je een verschil, zeg maar, wat is er wereldwijd voorgeschreven aan validatiemeldingen. Hè? Dus je moet de EN-code of de GTIN moet je invullen, de GPC-code, et cetera. Maar daaronder zit nog wat additionele lagen en ook GIZ Nederland, doe het zelf tuin en dier, is daar dus ook onderdeel van. Dus je zult ook zien, hè, als je hier op type dier drukt, dit is daadwerkelijk een van de GIZ Benelux attributen voor de doe-het-zelf-markt. En hier kunnen we daadwerkelijk dus kiezen voor bijvoorbeeld een kat. En volgens mij was er ook nog een hond die in deze rugtas past. En op het moment dat je dat opslaat, dan zie je dat het item compleet wordt. Daarmee is dan dit item natuurlijk compleet om te synchroniseren naar een GSN toe. Nou, als we nog eventjes een uitstapje maken richting onze DAM-catalogus. De DAM-catalogus is gewoon onderdeel van S3PIM. En hier kun je dus alle plaatjes en documenten gaan uploaden die jij nodig vindt. Om te synchroniseren met GS1, hè, maar misschien ook wel als basis te gebruiken voor te synchroniseren naar je website. Ook hier kun je diverse toepassingen activeren. En wat je hier ziet, is dat je zelf ook een indeling kunt maken. Hè. Wij noemen dit subsets, hè, dus eigenlijk ook lijstjes van bestanden in dit geval. En je ziet, er is een lijst met images gemaakt en daaronder heb ik nog twee sublijstjes gemaakt voor de dierattributen of de dierplaatjes. Maar ook voor de tuin hebben we hier wat verschillende dingen geüpload. Dus ja, dus op die manier kun je zelf bepalen hoe dat ingedeeld wordt. Nou, op zo'n plaatje, daar kun je natuurlijk op klikken, hè, en dan wordt dat plaatje groot geopend en zou die eventueel kunnen downloaden als dat nodig is, hè, voor eigen gebruik of wellicht om het te delen via e-mail met iemand. Wat je ook zou kunnen doen is even teruggaan van miniatuurweergave naar de lijstweergave. En dan zit je nog steeds binnen de DAM, maar zie je per plaatje ook daadwerkelijk alle metadata die je kunt opvoeren. En hier kun je bepalen of dat plaatje of dat document publiek beschikbaar is, hè, eventueel met een start- en een einddatum. En ook de URL zie je hier. En ook dit is onderdeel van hetgeen wat natuurlijk gedeeld wordt met GS1 en met de afnemers achter GS1. Ja, dus die ontvangen die URL en die kunnen via die URL dit plaatje daar binnenhalen. En je ziet wat verdere informatie die uit zo'n plaatje getrokken wordt. Hè. Dus iets hoef je zelf niet in te vullen. Dat is allemaal onderdeel van het plaatje wat je uploadt. Voor de koppelingen richting GS1 is er nog een aparte GS1-formulier beschikbaar. En daar kun je bepalen wat voor soort afbeelding is dit. Is het bijvoorbeeld een hoge resolutie afbeelding? Wat voor zichtzijde zou dit hebben? Nou, ik kan zeggen de bovenkant wellicht. De beeldhoek zou ook van boven kunnen zijn. Inhoud is uit de verpakking. En zo krijg je een bepaalde codering, zeg maar, die GS1 gebruikt. In dit geval de C3C0. En dat wordt weer gebruikt op het moment dat je dat plaatje koppelt aan de items. Zodat ook automatisch de bestandsnaam en de URL die je deelt met GS1 en ook met de afnemers in het juiste formaat staat zoals GS1 die voorschrijft. Nou, op het moment dat je dat doet, hè, dan zie je dat hier natuurlijk ook terug. Hè, en dan zie je ook dat er zo'n paperclipje is. En dan kun je ook vanuit deze hoek dat plaatje groot openen. En dan kun je die eventueel ook weer downloaden. Maar dat is voor jou dan ook de kenmerk dat die gekoppeld is. Dan ga ik nog heel even snel terug naar een ander voorbeeldartikel waar we die koppelingen hebben. In sommige delen van de doe-het-zelf-markt speelt dit inmiddels ook. En hier zie je een logistieke hiërarchie van een consumenteneenheid die één keer voorkomt in een soort doos of tussenverpakking. En die staat vervolgens 135 keer op een pallet. En je ziet dat elk niveau binnen die logistieke hiërarchie heeft zijn eigen EN-code en daarmee dus ook zijn eigen
data die je kan vullen. Nou, de artikellijst die je hier ziet, de itemlijst die je hier ziet, wat je hier ziet qua attributen, kun je zelf indelen. Dus je hebt hier een knop waarmee je zelf kan bepalen welke attributen zien we hier. Dus die mogelijkheden zijn beschikbaar. En iedere kolom heeft ook een bepaald filtericoon. Dus bijvoorbeeld op de startdatum zou je kunnen zeggen alles voor of na een bepaalde datum. Als het gaat om productomschrijvingen, dan kun je juist kiezen voor bevat of gelijk aan. Dus elk artikeltype of eigenlijk elk attribuuttype kent zo zijn eigen kenmerken voor het filter. Ja, zo kun je vrij snel bepaalde dingen terugvinden. Dus ook hier als ik weer zoek op kat, dan krijg ik die drie items waar we iets met katten doen. In dit geval twee keer kattenvoer en de rugzak. En op die manier kun je vrij snel de data terugvinden. Uiteraard is er ook nog een geavanceerd filter beschikbaar. Als je dieper wil gaan filteren op attributen die bijvoorbeeld niet zichtbaar zijn of meer dingen met elkaar wil gaan combineren, dan kan dat. Nou, wat ik als laatste nog eventjes wil laten zien is exporteren richting Excel. Want dat kan ook een krachtig hulpmiddel zijn om snel data te verbeteren, ook in SCPIM, door het straks weer te importeren. Maar je kunt het natuurlijk voor heel veel doeleinden gebruiken. Ja, binnen deze exportmodule van Excel kun je zelf bepalen welke attributen je meeneemt. Dus je zou kunnen zeggen, ik neem de unique ID even mee. Ik wil nog wat algemene gegevens meenemen, of het een consumenteneenheid is. Eventueel nog wat datums. Tussendoor kan ik dat prima eventjes alvast accorderen en weer op zoek gaan naar nieuwe attributen. Uiteraard, op het moment dat je weet waar die attributen staan, dan kun je dat op deze manier gewoon doen. Maar uiteraard kun je natuurlijk ook gewoon zoeken op een bepaald veld. En ga je dat op die manier terug kunnen vinden en kun je dat ook toevoegen. Nou, op het moment dat je dat accordeert, dan gaat op de achtergrond die export lopen richting Excel. Die gaat zich op een gegeven moment melden op het moment dat die klaar is. En vervolgens kun je die output kun je downloaden en kun je in dit geval dat Excel document natuurlijk openen. En ik zal eventjes kijken of ik die op het juiste scherm kan krijgen voor jullie. Daar is die. Dus hier zien we dat Excel-document wat we net hebben geëxporteerd, hè, met de gegevens die we net hebben aangevinkt, hè, qua attributen. En hier zou je binnen Excel natuurlijk snel bepaalde zaken kunnen veranderen of toevoegen. En die data zou je weer kunnen importeren in SCPIM. Maar dit Excel-sheet kun je natuurlijk ook voor hele andere doeleinden bewaren. Maar goed, dat gaat denk ik voor nu te ver om dat te laten zien. Als laatste stap wil ik nog even laten zien. Vanuit de GS1 subset kunnen we natuurlijk die data gaan synchroniseren. En de synchronisatiestatus die speelt dan natuurlijk ook een rol. Je ziet hier dat deze drie items die zijn allemaal nieuw toegevoegd. Dus die zijn nog niet richting een GS1 gesynchroniseerd. Als we even spieken zeg maar, in het filter, hè, dan kun je zien dat er sommige zaken zouden ook gewijzigd kunnen zijn, of juist gepubliceerd of verwijderd. Die synchronisatiestatus houdt SCPIM automatisch voor jullie bij. Nou, als we dat even simuleren, we synchroniseren dat naar GS1, hè, dan zie je dat die synchronisatiestatus automatisch verandert naar gepubliceerd. En als we dan voor de grap even een wijziging doorvoeren, zeg nou. Komen we display zo. Zouden we even gaan vullen. En we slaan wat op. Dan zie je dat dit ook automatisch een potloodje wordt in een gewijzigd item. Dus dat is, ja, daar helpt SCPIM jullie echt met het juist opvoeren van de data's. Pieter, mag ik jou het scherm teruggeven? Dat mag zeker. Dankjewel, Bastiaan, voor de demo. Ik denk dat het heel duidelijk was. Of ik hoop tenminste dat het heel duidelijk was. En als dat niet zo is, dan hoop ik dat iedereen zijn vragen stelt in de vragenbox. Hey, Bastiaan, ik denk dat we jouw camera kwijt zijn. Ja, oké, dan ben je terug. Super. Ja, ik zag het ook zelf net inderdaad. Ja. Toch fijner om je in beeld te hebben. Daarmee is de demo tot een eind gekomen. En kan ik even overgaan tot een korte samenvatting, alvorens we doorgaan naar de vragen.
Wat Ed al heel goed benoemde is, onze PIM is echt multi-inzetbaar, op heel veel manieren zelfs. Ik denk dat Bastiaan in zijn demo dat ook heel erg aanraakte en eigenlijk nog heel hoog over liet zien wat er met PIM kan. Maar in principe is onze PIM een generieke oplossing, geen maatwerk. Maar dat betekent dus ook dat als je naar GSN moet publiceren of je wil je data uit de GSN datapool halen, dat dat onze PIM snel in te zetten is voor die oplossing. Ik zou zeggen, als je die vraag hebt of met dat vraagstuk worstelt, neem gelijk contact op met Bastiaan of Ed. Want hier staat het ook op de slide. Het is wel een beetje tijd voor actie. In januari 2024 willen deze retailers dat de data via GSN komt. En dat is al over minder dan 2 maanden. Gaan we over naar de vragen en dan ga ik even kijken wat voor vragen er zijn binnengekomen. Kan ik in SCC-PIM naast het GSN-datamodel ook een eigen datamodel aanhouden met eigen attributen? Kan ik dus een beetje zelf daarin knutselen? Ik denk dat dat de vraag is voor Bastiaan. Ja, dat is goed. En uiteraard kan dat inderdaad. We hebben dat niet zozeer gezien in de demo. Maar de standaard zoals je hem daar in de demo zag, is echt de GSN-standaard. Maar daarnaast of daarbovenop eigenlijk kun je natuurlijk ook eigen attributen, eigen codelijsten, eigen validaties toevoegen. Om bijvoorbeeld dat proces van synchronisatie naar je webshop ook te ondersteunen. Of wellicht de synchronisatie naar je ERP-systeem. Duidelijk. En worden de GSN-validaties ook gedaan op de DAM, vraagt iemand. Ja, we hebben dat denk ik ook niet zo snel gezien in de DAM. We hebben dat wel even high level gezien in de dashboard-omgeving. Dat ook binnen DAM-catalogus worden validaties uitgevoerd. Dus op het moment dat je daar een image uploadt in de DAM-catalogus, dan wordt die ook, als je dat wil natuurlijk, gevalideerd volgens de GSN Global Media validaties. En die geven dus eigenlijk direct aan of het voldoet of niet. Oké, duidelijk. Dan zijn we door de vragen heen en eigenlijk ook door de tijd. Ik wil jullie allebei bedanken, Bastiaan en Ed, voor jullie deelname aan dit webinar. Zijn er nog verdere aanvullingen die jullie willen doen? Iets wat we over het hoofd hebben gezien of is het compleet zo? Vanuit mij geen aanvullingen. Ik zou niet durven. We zijn inmiddels over de tijd heen. Excuus daarvoor. Dat hadden we binnen het afgesproken half uur willen afronden. Perfect. Ik wil nog afsluiten met te zeggen dat iedereen die geregistreerd was voor dit webinar nog de opname ontvangt. Mocht je dat willen terugkijken of naar een collega willen doorsturen. En we zijn altijd bereikbaar via sales@ssc.eu voor verdere vragen. Dank jullie wel voor de aandacht en nog een fijne dag. Dag. Dag.